hoort er ieder jaar weer bij. Een glaasje bubbels tijdens de jaarwisseling. De flessen vliegen de winkels uit. Zo ook bij wijnhandel in de Blauwe Druif in Nijmegen. Nou, dit hier is een van onze cava's die we verkopen. En dit is bij vorig jaar gekozen tot de lekkerste cava ter wereld. Dat is op zich al niet zo heel moeilijk, want een cava kan alleen maar uit Spanje komen. Dus op het moment dat die in Spanje gekozen is tot lekkerste cava, dan is het meteen al van de hele wereld. Maar het is ook volgens de traditionele methode gemaakte cava. Net wat fruitiger en wat minder strak droog dan heel veel cava's kunnen zijn. En mensen vinden dit ontzettend lekker en dit is bij ons een van de best verkopende items. Nou, cava is eigenlijk een mousserende wijn die volgens de traditionele methode gemaakt wordt, zoals we dat ook in champagne doen. En met Spaanse druiven, of meestal ook wel een beetje chardonnay erbij. En dus eigenlijk een kwaliteitsbubbel is die heel veel op champagne lijkt. Althans qua methode van maken, alleen niet zo duur is als een fles champagne gemiddeld kost. Nou, champagne mag alleen maar champagne heten als het ook echt uit champagne komt. Dus uit de streek van Rijms en omgeving. Er zitten wel plaatjes omheen die daarvoor in aanmerking komen. Maar het is een heel afgekaderd gebied. Dus op het moment dat je op het etiket van een fles bubbelwijn ook champagne ziet staan, kun je ervan uitgaan dat het champagne is, want anders zou er sprake zijn van bedrog. Daarnaast is het zo dat iedereen wel merken kent als Moët & Chandon, of een Veuve Clicquot, of een Louis Reudere. En er zijn er ook een aantal bekende, onbekendere, wat minder grote bedrijven, die een eigen huis champagne stijl hebben. Zoals Baron Fuente, wat wij hier verkopen, maar ook kleinere huizen als Ruinard, wat eigenlijk oude familiebedrijven zijn. En eigenlijk is het zo dat vaak na 1 of 2 jaar ook al die bedrijven hun etiketten vaak licht aanpassen om te zorgen dat je weet dat je verse spullen koopt. Champagne wordt vaak een wijn minimaal 12 maanden in een kelder gerijpt en vaak veel langer nog. En de champagnegrond, dus de bodem waarop de druifjes gegroeid hebben, is vaak een stuk duurder en waardoor de druiven ook duurder worden en de drank aan zich uiteindelijk ook. Veuve Clicquot maakt vintage champagne, dus waar je normaal gesproken die met het gele etiketje is gewoon een champagne zonder jaartal. Wat betekent dat ze in de basis blend zonder bubbels verschillende oostjaren door elkaar blenden om een constante kwaliteit te krijgen. En eigenlijk alleen op basis van goede jaren, dus uitmuntende jaren, een vintage champagne maken. Maar die vintage champagne kun je in wit en in rosé maken. En deze hier bijvoorbeeld is van Veuve Clicquot, die normaal gesproken het gele etiketje heeft in een droge versie. Een rosé champagne uit het jaar 1985. En dat betekent dat alle druiven uit het oostjaar 1985 zijn. Nou, zoiets kan in principe heel oud worden. Het krijgt ook een beetje een zalmroze, oudroze kleurtje naarmate het ouder wordt. En dit is eigenlijk ook een net wat meer verfijnde bubbel met een mooiere fruitkwaliteit dan dat ze voor hun normale basis Veuve Clicquot gebruiken. Dit is de vintage kwaliteit champagne van Moët & Chandon. Dat noemen ze Dom Pérignon. En in dit geval is dit de 2006 uitgave. En tenslotte hier de Kroeg. Een huis wat dus pas na 10 jaar zijn champagnes released voor de normale kwaliteiten zonder oostjaar. En dit is een magnumfles uit het jaar 2000. En dit kan levenslang bewaard worden en wordt eigenlijk alleen maar meer geld waard. En als je het te jong drinkt, is het zo nog pittig en fris in zijn zuur dat het eigenlijk bijna zonde is om open te maken. Nou, we hebben vorig jaar en het jaar daarvoor veel bubbelwijnen gehad waar ook nog swirls en kleurtjes doorheen gedraaid zijn. Dat is eigenlijk al helemaal klaar, net als de blauwe Chardonnay die een tijdje gedaan heeft in de zomerperiode. En inmiddels zijn we eigenlijk weer terug naar de champagne die weer meer verkocht wordt dan vorig jaar en het jaar daarvoor. En met name ook dus de cava. Prosecco nog steeds wel heel veel verkoop erin, omdat het een prijsitem is. Maar niet zoveel meer als een jaar geleden. We drinken voornamelijk veel champagne rond de jaarwisseling om het jaar uit te luiden en het nieuwe jaar in te knallen, letterlijk en figuurlijk. En het is ook een vrolijke drank waar mensen graag mee gezien worden wanneer het nieuwe jaar gaat beginnen. En met elkaar willen toasten en proosten op het nieuwe jaar. En daar zijn bubbels bij uitstek geschikt voor.